Oké, nu ben ik in station Oldenzaal. We zijn al een aardig stukje op weg. Hallo fijne mensen. We zijn nog net iets te vroeg om direct naar Duitsland in te gaan. Want de trein gaat pas om het uur. Dus we doen eerst nog even een stukje Oldenzaal. En dan gaan we naar Bad Bentheim in Duitsland. Even kijken of dat kan met de corona en de grensklosjes. Dus eerst een stukje Oldenzaal en dan gaan we verder. Leg het er maar net aan voor wie. Wat een bullshit, open op afspraak. Plein in Oldenzaal, met alle fijne mensjes hier. Verder is het hier wel een dode boel. Echt wat een kapjes in het winkelcentrum, man, niet normaal. Echt niet normaal. Looks like they have terrorists already. Naja, see you when you see me, when I'm in Germany. Bye bye. We gaan gewoon verder met de corona tour. Hier staan we bij het lege cafeetje. We zien al wat de schade al heeft gedaan hier. Leuk huisje. Looks like a museum of some kind. Je moet je zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Want hier heb je de echte vaccinaties. Bij die nazi's moet je uit de buurt blijven. Ingang. Nazi's. Ja. Yeah. Wat een nazi's. Kijk daar gek. Hey. Wat? We hebben die geen volle pijn hier hoor. Hoezo niet? Ja, hoezo mag dat niet dan? Nee, dat mag helemaal niet. Hoezo niet? Wacht maar dan. Dat is publieke weg, gek. Niks. Wat niks? Hoezo mag dat niet? Ik ben gewoon een toerist hoor. Ik film hier gewoon de stad. Hoezo mag dat niet dan? Je moet het ding inzetten. Hoezo? Je wil er neer, maar er zit een duidelijke bord over voor de verboden van foto's maken. Wat een gekke werk. Ik moest gewoon op de vlucht, man. Jongen. Echt niet normaal. Echt waar. Lui, halen gewoon de politie erbij. Moest het filmpje verwijderen, alles. Ik denk, fuck dat jongen, ik ga gewoon fucking snel weg. Echt gekke werk, man. Ik mocht die locatie niet filmen. Die man werd helemaal lijp, ja. Op een gegeven moment politie bellen, alles. Ik denk, laat ik hem maar gaan vluchten. Dus ik ben hard weggereden op mijn elektrische steppie. And now I'm here. Waiting to go to the next stop. In Germany, from Netherlands to Germany. So, I'm looking for a tent because I need some content. Okay, see you when the German train arrives in 10 minutes. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Bad Bentheim. Laten we me toch maar even aan de regeltjes houden. Voor deze keer. Toch een mooi uitzicht hier in Duitsland. Er is niks mis mee. Oh, we zijn nog in Nederland vandaag. Nou, officieel mag ik wel in de trein blijven, toch? Als ik maar niet uitstap. Of is dat alleen met de auto?
Nou, beste mensen, ik ben in Duitsland, zoals je ziet, zonder enige problemen, ook geen treinkaartjescontrole. So, I could come here without any ticket because there was not any check. So, you can go to Germany, no problem. I'm a bit cold. Brr. Let's do some shopping. See you when you see me. Bye bye. Hallo Leute. Wir sind wieder in Deutschland. Ausweis bitte. I'm the only Dutch guy here, actually. Only German people here. German people and me. That's it. The nice and beautiful castle about that time. Actually, all the shops here are closed. In the Netherlands, it's still open. Looks like every shop is open now in the Netherlands, but it's kind of dead. Kind of really very dead. Yeah, you can see it's like a hill, like a mountain. Only German cars. Even lekker picknicken in het zonnetje hier. En dan weer terug naar die Nederlanden. Drankje erbij. Almost nobody here. Nou, dan maar een beetje treintjes kijken hier. Wat een mooie trein. Dikke trein, vriend. Zo. Nog een dikke trein. Een lekker zonnetje erbij, hoor. Ik dacht dat het kut weer zou zijn, man. Daar gaan we dan weer. Moment van de waarheid. Yes, yes. Oké, nou daar gaan we dan. Onderweg naar Nederland. Tot nu toe gaat alles gewoon lekker soepel, dus. Thank you for watching.
En let's travel. Bye bye. Almost in Odenzaal. Station Odenzaal.